Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocketfire. Vandaag hebben wij een Oculus Rift. Niet mijn Oculus Rift, want je ziet natuurlijk ook... De ruimte is enigszins wat anders. Ik ben hier samen met Bastiaan. Die heeft sinds kort een Oculus Rift gekocht en dacht van... Weet je, waarom ook niet? Waarom gaan we even bekijken en zien of het daadwerkelijk episch is? Ja. Dus, is het episch? Ja. Je gamet. Als je zelf gamet, dit is volledig 3D. Het is niet... En je kan gewoon zelf, kan je ook dingen pakken, anders is het altijd ook. Dan druk je op F of E ja. En dan pak je het gewoon en dan moet je het echt zelf pakken. Ja, ik heb zelf, heb ik ook met VR gespeeld vroeger, meer op school al een beetje rondklooien. Ja. Het is inderdaad gewoon een leuke ervaring en het is heel iets anders dan gewoon een beetje achter de computer, gewoon een beetje op het toetsenbordje inderdaad, gewoon een beetje tikken en weet ik van wat. Dus dit is echt compleet een hele andere ervaring. Zo'n headset die kost even wel een prijskaartje, evenals natuurlijk de hardware dat je nodig hebt om het te kunnen draaien. Dus dit is niet misschien voor iedereen. Nee. Dus als je zegt van ik heb thuis een computer, een oude computer van 10 jaar geleden, gaat niet echt lukken. Nee. Er zijn van allerlei features op, zelf weet ik niet heel veel van. Dus zijn er belangrijke dingen dat mensen moeten weten of is het gewoon echt gewoon... Dat ze moeten weten, dus gewoon inpluggen en kijken hoe de beeldkwaliteit is. Nou ja, dus, je hebt inside-out tracking, dat betekent dat je gewoon via de headset zelf de camera's hebt. En bij sommige headsets heb je twee doosjes nodig om te kijken waar je bent, zodat je niet dingen omver kan slaan. Bij deze heb je dat niet. Ja, dus... zit er echt gewoon helemaal ingebakken. Vijf heb je doosjes moet je opzetten of statieven en weet ik wat. Die moeten ook nog weer met elkaar verbinden. Zoveel geklooi en gekut ermee, dus dat is gewoon hartstikke nice. Ja, nu heb je gewoon een headset en daar liggen de twee. De twee controllers inderdaad. Ja, de twee touch controllers. Dat is natuurlijk ook weer helemaal vernieuwd en anders. Focus gewoon wel wat. Dus dit is de controller en dit is de headset. Ja, dit is dus de headset. Is. Ja, wat al niet mogelijk is. Wauw. Nee. Ja. Hey, dit is zelfs mogelijk. Ja. En natuurlijk, dit is nog steeds aan één draad zit het gewoon vast bij... Vijf was dan anders, want had je heel veel draden en dingetjes nog eraan. Ja, hier is gewoon, één draadje eraan. En dan zit aan het einde een spitter naar USB 3 en DisplayPort. Ja, dus simpel zat. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat het nu gewoon een kwestie is van uitproberen. Ja, net zoals de vorige keer. Ja. Ik ging checken. Nou ja, nu kan je hem opzetten. Oké. Bril, altijd die verrekte bril. Kun je dat ding nog meer naar achter zetten? Of is dat een knopje zo? Oh ja, dat is much better. Kijk, gewoon, ja, top. Dit is een breekbaar ding allemaal. Dat is niet echt de bedoeling. Nee. Dat ding is niet voor mij, dus ja. Ja. Ik wil dat zo zijn gewoon een beetje aandoen. Half-Life Alyx. Oh, damn. Oh, dit is echt gewoon funky. En dan als je recht vooruit kijkt, kijk maar eens op je rechterhand. Push to snap, turn left. En dan moet je zo draaien. Kijk, push. Yeah. Ah, fuck. Het ziet er wel echt mooi uit. Ja. Alrighty. Fair enough. En dan hier een mooie hendel. Valk kan ook overal binnenkomen. Nee, dat moet. Ja, we gaan deze regelen. Follow de draden waar ze naartoe gaan. Heeft die open? Ja. That looks great. Ah, hi there. That's a nice basement. Ga in de koelkast kijken. Yeah. Oh, do not eat. Oh, it's fucking head crab. Yeah, it's a delicious head crab. Ah! Ik wil gewoon weer flikken deze. Ja. Oh. Ah, fuck. En dan schiet. Jee.
niet. I love this. Dus voor mij bijna hetzelfde geweer als wat ik schoot in Amerika mee. Alleen is het natuurlijk bij Jan, hè? De M1911. Ja! Ja! Oh, mijn gericht. Ik vind het wel echt vet. Ja. Ik vind het echt vet. Ja, ik ook. Jesus Christ. Wel, het ding is, het werkt allemaal ook gewoon hartstikke soepel en hartstikke goed, zoals je het een beetje zou willen, zeg maar. Ja. Niet dat je denkt van, oh nee, eens wat je aan moet denken is natuurlijk je omgeving, ja, en hoe je staat. Ja, dat heb je met alles, met elke. Precies, en daar heb je gewoon meteen onder het laadscherm zie je weer van, oh zo moet je staan, ja, en dan ga je weer corrigeren en dan is het goed. Ja. Beeldkwaliteit qua resolutie is een beetje gelijk aan andere headsets, dat wel. Maar ik merk wel echt visueel, gewoon met de graphics, die shit is echt goed verbeterd, joh. Ja. Holy fuck. En natuurlijk, die dingen die kosten nu 450 euro. Voorheen kosten die dingen 900 euro. 900 euro zou ik ze echt absoluut niet waard vinden. Ja. Maar voor 450 euro vind ik het best wel een goede deal eigenlijk. Tenminste, je krijgt er veel, best wel veel voor. Als je het PC hebt inderdaad, je hebt al een huis en je hebt toevallig 450 euro liggen. En je hebt dat dan willen doen en je hebt gewoon een goede ruimte. Waar je zo minimaal bij 1x1 meter moet zijn. Ja, precies. Zijn. Als je een studiootje hebt en een klein appartementje waar je maar een vierkante meter hebt, dan moet je niet doen. Minstens hoeveel meter? 1x1 moet je vierkant zijn. Ja, maar voor als je dit echt wil gebruiken, dan moet je niet 1x1 hebben. Eigenlijk alleen dit en dan zit je een beetje... Ja, nee, beetje, zou wel. Hoeveel meter is dit ongeveer? Oh. Dus misschien 3,5 ongeveer of zoiets. 3,5. En dan moet je nog overal even een stukje af doen. Ja, inderdaad. Maar je moet niet meteen tegen de muur aan zitten, want dan nee, natuurlijk... Nee, want als je dat verslaat, dan heeft die Guardian geen zin. Nee, precies. Die border is natuurlijk voor reden. En als je uiteindelijk merkt, inderdaad, van je komt er dichtbij, want dat is de border die je geselecteerd hebt. Ja. Als je er doorheen gaat, dan wil je natuurlijk niet dat je het ding tegenaan ramt ergens. Dus, nee, want dan is kapot. Ja. En het was best wel spannend overal die dingen pakken, want dat had ik heel veel, was pak oh nee niet. Want ik had van mijn gevoel stond ik letterlijk gewoon al hier. Ik dacht dat ik hier al stond, terwijl ik maar alleen een klein beetje een slagje had gedraaid en weet ik wat. Je stond gewoon hier en uiteindelijk had je een stapje achteruit en dan stond je zo. Hè? Ja, ik had echt zo'n gevoel dat ik al bijna tegen de kast stond. Dat is, dus even een beetje, je moet er gewoon even aan wennen. En ik had niet last van dat ik echt... Motion sick. Nee, dat heb ik niet. Yeah. Maar uiteindelijk, ik vind het best wel een vet ding. Yeah. Ik zou zelf, als ik het geld heb en de ruimte, eigen plekje weet van wat, zou ik op zich ook wel zo'n ding willen. Yeah. Ik ben echt benieuwd hoe die dingen in de toekomst ook nog worden. En de controller ook in handen. Het is super gemakkelijk te gebruiken en een beetje, het voelt ook al meteen natuurlijk aan. Yeah. Alleen deze knopjes, die moest ik wel de binnenste zeggen, want de B en de A, die moest ik wel even aan wennen. Ja, maar die gebruik je ook niet zoveel. Nee, precies. Nee, het is vaak alleen dit, of wel even een duimpje steken, is het gewoon ploep, ploep, ploep. Ja, dan speel je Beat Saber of zo, nou ja, dan hou je ze ook gewoon zo vast. Ja, en het zit ook precies zoals je vingers zitten, zeg maar. Dus als je zo deze indrukt, dan zie je in het scherm, of op game, vouwt je hand, duim of vinger ook naar binnen toe. En als je zo er vanaf hebt, dan is het net zoals je in je hand hebt, zit het ook in de game. Dus allemaal, ik vind het echt een hartstikke mooi ding. Deze controle is ook lekker licht. Je merkt eigenlijk gewoon vanzelf als je er helemaal in zit, je merkt ook niet eens meer dat je ze in je handen hebt. Nee, je denkt gewoon echt dat zijn mijn eigen handen. Ja, precies. Ja. Het is heel apart, maar je bent er zo snel aan eigenlijk ook wel. Allemaal, top ding. Ik raad het aan voor als je het geld hebt en je wilt uitproberen en ermee aan te gaan. Je zult geen spijt van krijgen. Er zijn ook best wel wat veel games nu inmiddels ook wel voor VR. Dus je kan sowieso lekker door met games spelen. Ja. En ja. Ik wil het ook niet aan het punten voelen. Nee. Jij? Ik ook niet. Oké, nou bedankt voor het kijken. Bedankt. Bastiaan heeft ook een kanaal in de. Hij heeft ook een kanaal, een gamekanaal. Hij gaat nog meer video's maken van de Oculus Rift. Dus VR-video's, VR-gaming-video's. Dus als je dat wilt checken, link staat in de beschrijving. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Dankjewel en tot ziens.